Dag iedereen. Het eerste mensenpaar keerde zich van God af. En bij de tweede generatie is er die dramatische broedermoord. Kain vermoordde Abel. En dat verhaal heeft een universele betekenis, want het betreft de strijd tussen goed en kwaad. Misdaad en moord worden een constante in de geschiedenis, met ontelbaar veel slachtoffers. Adam en Eva verruilden een harmonieus leven in een idyllisch paradijs voor pijn en strijd in een onvriendelijke wereld. Veel kunstwerken tonen het paradijs, maar hier zien we moeite en verdriet. Je proeft de gespannen sfeer bij het eerste mensenpaar. Wat hebben zij aan hun kinderen verteld over die misstap met zo'n dramatische gevolgen? En hoe hebben die kinderen gereageerd? Konden ze vergeving schenken aan hun ouders? De Bijbel vertelt daar niets over. Wel lezen we dat Kain zijn broeder vermoordde. En dat doe je niet zomaar. De oorsprong van zo'n misdaad ligt in een koud, verbitterd hart. En in vijandigheid tegenover God, de bron van liefde. We zoomen eerst in op Abel, want hij wordt door Jezus omschreven als de rechtvaardige. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten, zal jullie worden aangerekend. Vanaf het bloed van Abel de rechtvaardige tot het bloed van Sicharia. De rechtvaardige zegt alles over Abels karakter. Abel heeft Gods reactie op de zondeval aanvaard en hij schonk zijn ouders vergeving. Hij besefte wellicht dat hij dezelfde fout had kunnen maken. God had het leven lastig gemaakt. Maar Abel ziet dat als een onvermijdelijke haltuitroep. Die moet voorkomen dat de mens zijn capaciteiten gebruikt om zich aan hoge snelheid de vernieling in te rijden. Moeite en pijn illustreren de gevolgen van het doorknippen van de band met God. En ze kunnen de mens terug in Gods armen drijven. Dat is zo bij Abel. Hij gelooft in een goede, rechtvaardige en betrouwbare God. Hij gelooft dus in de rijke Bijbelse betekenis van dat woord. Zijn geloof gaat gepaard met liefde en vergevingsgezindheid. Het biedt hoop en het laat een mens openbloeien. Vanuit die positieve ingesteldheid komt Abel in actie. Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op. Abel koos het mooiste dier uit en dat typeert zijn karakter. Zijn offer is een vriendelijk eerbetoon aan God. Het is een dankwoord. Kain heeft een andere ingesteldheid. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen. Dat we elkaar moeten liefhebben en niet moeten doen zoals Kain, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. Waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Die moord werd dus voorafgegaan door een indrukwekkend strafblad. Kain gelooft ook in God. Maar hij is het archetype van de onoprechte religieuze mens. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend. Zijn blik werd donker. Kain heeft zichzelf door zijn negatieve houding gedisqualificeerd. En daarom wordt zijn offer afgewezen. De rook van Kains offer slaat neer op de grond. Maar dan gaat God met Kain in gesprek. Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Het kwaad is als een roofdier dat Kain in zijn greep wil krijgen. Want wie het kwaad herhaalt, raakt eraan verslaafd. Eerst kiest de mens nog in volle vrijheid om kwaad te doen. Maar gaandeweg komt hij in een negatieve spiraal en is er steeds minder vrijheid om nee te zeggen. Kain wordt opgeroepen om zich daartegen te verzetten, nu het nog kan. Maar hij luistert niet
integendeel. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Hoe gaat het verder? God spreekt Kain opnieuw aan. Waar is Abel je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Kain heeft geen schuld in zicht. Hij liegt en heeft slechts medelijden met zichzelf. Hij is niet ontvankelijk voor inkeer en herstel, zodat bestraffing volgt. En dat wordt een levenslange verbanning, met een gevecht om te overleven. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Dolend en dwalend wordt hier aangrijpend in beeld gebracht. Een verbitterde Kain sleurt in zijn val zijn familie mee. Elke vorm van welzijn, harmonie en vrede, de shalom die God wil schenken, is nu weg. Dolende en dwalende mensen, dat is wat ook Jezus zag. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. De geschiedenis herhaalt zich, want ook vandaag is er liefdeloosheid en geweld, verslaving aan de zonde en rondtolende mensen. Maar de reden waarom Jezus mens werd, is juist om die verslaving te verbreken, om het kille hart te vervullen met Gods liefde en om de berouwvolle mens uitzicht te geven op een terugkeer naar het verloren paradijs. En daarover gaan volgende teksten. Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Geef Jezus de eerste plaats. Verdiep u in zijn onderwijs. Deel in die beloofde vrijheid en in dat hoopvol toekomstperspectief. Dat is wat we jullie toewensen.